Deze les gaat over de woning. Ja? Het eerste type woning is het appartementsgebouw. Op de foto zie je een appartementsgebouw. Dat is een lang woord, maar deel dat op in twee delen. Het woord appartement, dat ken je, en het woord gebouw. Een gebouw is een woning, iets gemaakt uit stenen. Een gebouw kan ook een kerk zijn of een moskee. Dat allemaal is een gebouw. Een appartementsgebouw is dus gemaakt met stenen en daarin zijn appartementen. Het appartement. Sommige mensen wonen op een appartement. Dat is anders dan een huis. Dat is op één verdieping. Als je kijkt naar dit appartementsgebouw, zijn er heel veel appartementen. Je ziet aan de appartementen ook een balkon. Het balkon is aan een appartement om even buiten te kunnen gaan. Misschien kan je daar een stoel en een tafel zetten. In het appartementsgebouw heb je verschillende verdiepingen. Helemaal beneden, hier, is het gelijkvloers. Het gelijkvloers is beneden. Eén trap naar boven, of misschien met de lift naar boven, heb je de eerste verdieping. De eerste verdieping, eentje hoger, heb je de tweede verdieping. Je hebt de derde verdieping, de vierde verdieping en zo verder. Sommige mensen wonen in een appartement, andere mensen wonen in een huis. Het huis kan heel verschillend zijn. Bovenaan zie je de open bebouwing. Je kan helemaal rondom het huis wandelen. Het huis staat los. We noemen dit ook wel de villa. Er is een grote tuin rondom het huis. Er is ook een garage. Een garage om de auto in te parkeren. En dit hier noemen we de oprit. Er is ook een ander soort huis hier beneden. Het rijhuis. Het rijhuis staat tegen twee andere huizen. Het staat tussen twee andere huizen langs de straat. Hier van voor zie je de voordeur. In het huis kom je beneden binnen. Dat is opnieuw het gelijkvloers. Maar je hebt hier ook een eerste verdieping en hier een zolder. In de zolder zie je hier twee dakramen. En nog een beetje kleiner dan het appartement is de studio. Mensen die alleen zijn of misschien nog studeren, nog geen werk hebben, wonen soms in een studio. Je ziet hier dat het bed en de keuken allemaal in dezelfde kamer zijn. Dan spreken we van een studio. Er zijn geen aparte kamers. De keuken is ook speciaal. Er zijn geen vaste toestellen. Je ziet een microgolf en hier is een vaatwasmachine tussengeschoven. De toestellen zijn los. Dan noem je dat de kitchenette. Dus geen keuken, maar een kitchenette in een studio. De keuken in een huis en in een appartement zijn ingericht met toestellen. Let op dat woord ingericht, in drie delen, ingericht met toestellen. Wat bedoel ik met toestellen? Dat is de dampkap of de afzuig. Dat is hier de oven, het fornuis en de gootsteen. Dus in de keuken zijn er toestellen. Dat wil zeggen
ingericht met toestellen. Je kan een huis, een appartement of een studio huren of kopen. Dan zie je soms deze dingen hangen aan het raam. Appartement te huur, huis te koop. Wat is het verschil? Als je een woning huurt, betaal je elke maand de huur. In het begin, als je pas een nieuwe woning hebt, betaal je de waarborg. De waarborg betaal je één keer en is vaak 2 of 3 maanden de prijs van de huur. Als jij weggaat uit je woning, dan krijg je de waarborg ook terug, tenzij er iets stuk is aan je huis en dat moet betaald worden. Jijzelf bent in dit geval de huurder. De huurder betaalt de huur aan de huisbaas. De huisbaas, dat is eigenaar van jouw woning en hij verhuurt de woning aan jou, aan de huurder. Naast de huur betaal je misschien ook kosten. De kosten kunnen inclusief zijn en dan betaal jij één bedrag, de huur plus de kosten. De kosten, dat wil zeggen water, gas en elektriciteit. Als de kosten inclusief zijn, wil dat zeggen ze zijn inbegrepen in de huurprijs. Je betaalt één bedrag per maand. Als de kosten niet inbegrepen zijn, dan zeggen we ze zijn exclusief. Ze zijn niet inbegrepen, dan betaal jij de huur en daarnaast betaal je ook nog de kosten apart. Natuurlijk kan jij ook een woning kopen. Als je ziet staan huis te koop, dan kan jij het huis kopen. De meeste mensen moeten daarvoor een lening aanvragen bij de bank. Je betaalt dan niet elke maand de huur, maar je betaalt elke maand de lening af. Je bent dan niet de huurder, maar je bent zelf de eigenaar van je woning. Jouw woning is jouw eigendom. Ze is van jou. Wat wil dat wel zeggen? Als er iets stuk is aan jouw woning en het moet gemaakt worden, dan moet je zelf het onderhoud regelen. Bijvoorbeeld, de wc is kapot, dan moet ik zelf telefoneren naar een loodgieter. Als jij een woning huurt en de wc is kapot, dan moet je bellen naar de huisbaas. Want hij is de eigenaar en de huisbaas zal dan naar de loodgieter telefoneren om een afspraak te maken. Hoe is de verwarming in jouw woning? Soms verwarm je met centrale verwarming. We korten dat meestal af, de CV. De C, ja, van centrale en de V van verwarming. De centrale verwarming ziet er zo uit, met een draaiknop die je harder en zachter kan zetten. Sommige mensen verwarmen hun huis met mazoet. Mazoet moet eenmaal per jaar geleverd worden met een camion en dan gaat die in de mazoettank, gaat dan de mazoet. En wat zie je tegenwoordig nog wel eens? Een houtkachel. Dus ouderwets met hout verwarmen kan ook nog steeds. Ik overloop nog even de kosten die je kan hebben bij je woning. De kosten die we hebben zijn de gas. Vaak is de verwarming, centrale verwarming, werkt bijvoorbeeld op gas. Soms werkt ook het fornuis op gas. Je hebt daarnaast ook het water. Iedereen heeft water nodig, hè, om te douchen, om eten klaar te maken, om je handen te wassen. Het water is ook een kost. En uiteraard de elektriciteit, heel veel gebruikt. De gas, het water en de elektriciteit samen noemen we de kosten. Oké.
We kijken nog eventjes naar deze advertentie. Dit is een advertentie. Er staat Appepe te huur. Appepe, dat is een afkorting. Afkorting voor, kijk naar de foto, appartement. Goed. Wat lees je hier nu? Centrum, Appepe, twee slapkes. Eerste verdiep, badke, cv op aardgas, €588 per maand, regio 9000. Telefoonnummer 04-98-402-862. Deze afkortingen worden gebruikt om de advertentie heel kort te houden. Slupsk, slaapkamers. Verd, verdieping. Badke, badkamer. CV, centrale verwarming. Ja? Dit zijn afkortingen in een advertentie. Denk al eens na, als je telefoneert om dit appartement te huren, welke vragen zou jij stellen?